Noval, afgelopen weekend de matchwinner. Wat was het precies voor wedstrijd? Dat was een moeizame wedstrijd. Ik denk dat we goed als team hebben gevochten. We hebben gestreden letterlijk tot de laatste seconde. En je ziet dat hard werk wordt beloond. Je zei na de wedstrijd, het was mijn laatste stukje energie in de 98ste minuut. Je ziet Odi de bal krijgen. Wat gaat er dan door je heen? Ja, ik dacht nog de laatste kans. Dus ik dacht gewoon diep gaan. En ik kreeg hem goed mee van Odi. En ging erin. Het was ook een redelijke ontlading was aan je gezicht te zien. Ja zeker. Als je zo'n goal maakt in de laatste minuut, is het toch altijd leuk. Morgen wacht jouw oude ploeg. Zitten er nog veel oude bekenden bij voor jou? Ja, er zijn wel veel nieuwe jongens, maar ik ken er wel nog een paar die daar zitten. Ja. Hoe was het daar voor jou vorig jaar ten opzichte van nu dit jaar? Ja, dat was natuurlijk veel anders. Dat is voor je echt verdedigend. Dat is echt een stuk moeilijker voor mij. En dat is voor je zeg maar voor onderste plekken. En bij NAC is voor je voor de bovenste plekken. Dus wel een groot verschil. En waar zit dat verschil met name? Dat er voor jou meer kansen liggen? Of? Ja, ik denk dat bij Dordrecht dat je echt soms letterlijk één kans kreeg in de wedstrijd. Of soms echt niet. En bij NAC krijg je wel meerdere kansen. Je speelt ook meer op balbezit. Je bent vaak aanvallende partij. Dus, Wat verwacht jij voor wedstrijd morgen tegen FC Dordrecht? Ja, gewoon sowieso 3 punten. En ik hoop dat we wel mooi voetbal kunnen laten zien. En weer een goal van Noval Banners. Zeker, gaat goed komen. Maar het liefst dan wel iets eerder. Ja, maakt niet uit als hij maar zit. Top, heel veel succes alvast morgen. Dankjewel.